oud Keniaans gezegde zegt: wil je snel gaan, ga alleen. Wil je ver komen, ga samen. En dat geldt voor iedereen en alles. En helemaal voor de mensen die je dichtbij kunt vinden. In de wijk Cultuurhuizen komen mensen samen om samen kunst te maken, om samen kunst te beleven. Zo ontstaat er als vanzelf samenwerking en daarmee komt men ver. De kwaliteit van ieders leven wordt er beter van. De kunstprojecten indrukwekkender en betekenisvoller. Maar het gaat verder. In de wijk Cultuurhuizen kruisen onderwijs, gezondheid, het sociale en het artistieke domein elkaar. En dat maakt hun werk extra belangrijk. Samenwerking en creatieve verbindingen leggen zit in de genen van de wijk Cultuurhuizen. Door de bondgenoten, jongerenwerk en de jongeren zelf. Bondgenoten, dat zijn mensen uit de wijk die in hun vrije tijd advies geven aan de gemeente en de politie. Dus hartstikke mooi. Juist de samenwerking met welzijn, onderwijs en zorg levert nieuwe en spannende projecten op. Of het nou gaat om pure educatie, gezondheidspreventie, sociale cohesie. Ook hier geldt weer, de wijkcultuurhuizen zijn van de kunst. Maar de bijvangst is vaak groter dan de hoofdvangst. De cultuurhuizen vormen een belangrijke schakel in de keten van breedtekunst naar de top. Samenwerking met andere culturele organisaties is daarom belangrijk. Dat gebeurt volop, met schoolvoorstellingen, appeltaartconcerten, box awards, grote blaas- en vocale festivals, amateurdansers en professionele dansers samen in het park, multimediale beeldende kunsten in de openbare ruimte, orkesten, koren, gezelschappen, kunstenaars, amateur en professioneel, met podia, musea, festivals en kunstopleiding. Muziek is voor mij expressie en een uitlaatklep en creatieve ontplooiing en leven. Gewoon in het algemeen, gewoon leven. Zonder muziek is er geen leven. Ja, ik zou me eigenlijk geen leven kunnen voorstellen zonder muziek. En het maakt me ook echt gewoon gelukkig op de momenten waarop ik dat nodig heb. Muziek is voor mij een passie, een uitlaatklep en ook wel een stukje een droom, want ik wil er later nog meer mee bereiken. Dus, yeah. Ja, kunst en kinderen, dat kun je ook afdoen van ja, wat slaat het op. Maar ik denk dat het kleine beetjes, die doen het hem wel. Het vrije moment in je denken, dat moet je toch ontdekken. En dan kun je maar beter wel jezelf van bewust zijn dan dat je een volger wordt. Dus op het moment dat je iets maakt, dat je erachter komt, ik ben een scheppend iemand. Ik kan vormgeven aan dingen op mijn manier. En ik denk door, als je die kracht ontwikkelt of dat besef hebt, dat je ook steeds meer vorm kunt geven aan je eigen leven. Maar ook zodat de openbare ruimte of de ruimte waarin we leven of waar ik leef of waar ik op school zit er mooier van wordt. Dat kan een heel goed gevoel over jezelf geven. Een gevoel van trots. Ja, trots en dat je sterk kunt zijn omdat je iets maakt.
En kunst, een hele grote kunst, een hele grote gebouw, heel ver weg. Ja, dat lijkt altijd mooier. Maar het gaat erom of je het tot jezelf neemt of niet. Dus in de wijk, ja, hoe eerder, hoe dichterbij, hoe beter. Naast de complexe samenwerking in de wijk helpen de wijkcultuurhuizen de wijkbewoners elkaar te ontmoeten en verbinding te maken. Ze zorgen ervoor dat talent kan worden ontwikkeld en verder wordt begeleid door ervaren kunstenaars. En ze vergroten de participatie in de wijk. Het Vierluik Wijkcultuurhuizen in Utrecht is een initiatief van Zimmick Theaters Witte Vrouwen, Zuilen en Stefanus. Zimmick Maatwerk, De Vrijstaat, Cultuur 19, Het Wilde Westen en Jongerencultuurhuis Kanaleneiland. MUZIEK